Ger, goedemorgen. Goedemorgen. Met Martijn spreek je. Hey, ik werd, nou ja, opgeschrikt is een groot woord, maar ik vond het wel een aparte pushmelding die ik op mijn telefoon kreeg gisteren. Over dat telefoongesprek van Quincy Promes met zijn familie, waarin hij toch eigenlijk zwart op wit bekend dat hij zijn neef heeft neergestoken. En dat weten we allemaal. Nou ja, enerzijds omdat jij er onderzoek naar gedaan hebt. Anderzijds omdat de telefoon dus getapt werd door de politie. Nou heb ik een hele hoop vragen. En ik hoop dat jij die kan beantwoorden. Hoe is dit nou in zijn werk gegaan? Want mag de politie zomaar telefoons aftappen? Nee toch? Nee, zeker niet. Nee. Daar zijn hele strenge regels voor. Dat moet voorgelegd worden aan de rechtercommissaris. Het OM moet dat helemaal toestemming voor geven. En als de verdenkingen ernstig genoeg zijn, dan mag er een heel zwaar middel worden ingezet. En dat is het aftappen van telefoons. Ja, en blijkbaar heeft justitie dus gedacht, die zaak waarin Quincy Promes wordt verdacht van het neersteken van zijn neef, dat is ernstig genoeg om een telefoontap aan te brengen. Nee, het ligt nog erger. Ja? Hij werd dus al getapt. Ja. Dit is eigenlijk bij toeval, dus zeg maar een beetje bijvangst. Hij werd al getapt. Dat kun je afleiden aan het feit dat hij in de nacht dat het incident gebeurde al onder de tap stond. Dus hij werd getapt, maar we weten niet in wat voor onderzoek dat is. Dat wil de OM nu nog niet op ingaan. Okay. Hij is volgens de specialisten dus of verdachte in een andere zaak, of hij kent iemand die verdacht is in een andere zaak, waardoor die onder het tap stond. Oh, dus dit is eigenlijk, ja, wat je zegt, bijvangst, stom toeval dat hij een keer met zijn familie belt om dit nog eens een keer te bespreken? Ja. Dat is het vermoeden. Dus het vermoeden is dat hij al in een andere zaak ergens onder verdenking staat, of iemand kent die onder verdenking staat. En dat hij na dat feest aan het bellen was. En dat is dan getapt. En toen hebben ze gezegd, oké, dit is een strafbaar feit, het is zo ernstig. Daar moet al apart onderzoek naar gedaan worden. Dit is weer een hele andere wending in deze zaak. Wat interessant. Ja. Maar even terug naar die berichten die nu naar buiten zijn gekomen, waarin hij dus eigenlijk gewoon zwart op wit zegt van, joh, als ik een pistool bij me had gehad, had ik die man neergestoten in plaats van dat ik hem neergestoken heb nu. Er is toch geen andere uitkomst meer mogelijk, denk ik, dan dat hij wordt veroordeeld voor dit feit, denk ik, of niet? Wat denk jij? Ja, sorry dat ik zo voorzichtig ben, maar dat is altijd bij dit soort zaken. Kun je dat pas zeggen als het voor de rechter is geweest? Want er zijn allerlei dingen die er kunnen gebeuren. Maar in principe zijn dit gewoon bekentenissen. Zo wordt het ook door de advocaat van het slachtoffer, wordt dit Yehudi Moscovici, die zegt, dit zijn 100% bekentenissen. Niet één, maar meerdere. Aan zijn vader, aan zijn moeder, aan zijn tante. Daar is geen twijfel over, volgens de advocaat van het slachtoffer. En als je nou de advocaat van Quincy Promes bent, dan zeg je waarschijnlijk, nou ja, dit zit helemaal niet in het strafdossier, dus mogen we het niet gebruiken, dus kan het ook niet in de rechtszaak worden aangevoerd. Ja, hij wil er niet op reageren. Hij is vol, dat is Gerard Spong, hij is vol zelfvertrouwen. Want kijk, aanvankelijk werd Quincy Promes vervolgd voor poging doodslag. Mm-hmm. Dus dan heb je in een opwelling iemand neergestoken. Maar volgens Yehudi Moscovici is het met voorbedachte raad. Dus heeft hij van tevoren over nagedacht. En dan is het moord. Ja. Nou wilde Yehudi Moscovici dat veranderd werd. Dus dat poging doodslag werd poging moord. Dat is een veel zwaarder delict. Nog zwaarder delict. Ja. En inmiddels heeft Gerard Spong gezegd, nou prima, maak er maar poging moord van. Hij wordt toch vrijgesproken. Oké, nou dat vind ik. Dan heb je wel zelfvertrouwen. Ja, als ik het zo begrijp. Oké. Okay. Ja. Hey, dus het is vol met opmerkelijke dingen eigenlijk, deze zaak. Ja. Nou speelt Quincy Promes op dit moment in Rusland. Is het voor hem verstandig om daar zo lang mogelijk te blijven? Want ik denk als hij voet op Nederlandse bodem zet, dat ze hem in de kraag vat, of niet? Nou, hij is al heel lang verdacht, hè, want hij heeft een heel EK kunnen spelen. Ja, dat is ook wel. Kijk, hij is in december 2020 is hij voor het eerst aangehouden, 2 nachten vastgezeten en verhoord. Toen is hij in februari 2021, dus februari vorig jaar, is hij naar Spartak Moskou verkocht. Toen heeft hij daarna nog een heel EK kunnen spelen. In juni, juli. Hij heeft niet zoveel gespeeld, maar hij ging wel mee. Ja. En toen is hij weer teruggegaan naar Moskou. Dus ze kunnen gewoon een lopend onderzoek draaien zonder dat je in Nederland bent. Maar ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Heeft de KNVB al gereageerd eigenlijk? Nou, jij weet? Nee, hè? Nee. Stel nou dat zometeen poging tot moord, waar dus nu over gesproken wordt, dat bewezen wordt, geacht.
Hoe lang moet hij de bak in dan? Doorgaans. Ja, ik had gisteren even op zitten zoeken, maar daar is ook geen zinnig woord over te zeggen. Okay. Maar, want er zijn allemaal variaties op. Maar poging doodslag is al 10 tot 25 jaar. Maar daar zijn altijd verzachtende omstandigheden. Of daar kan ik eigenlijk niet over zeggen. Daar moet je echt aan de rechter over laten. Ja. Maar het is wel problematisch. Dat op zijn zacht gezegd. Ja, inderdaad. Ja.